grofgebekt en anti-establishment. Voor Nederland heeft met Jan Roos een opvallend figuur binnengehaald. Eerder was hij Pound-verslaggever en initiatiefnemer van het Oekraïne-referendum. VNL wilde sowieso een opvallende voorman, want eerder was Bram Moskowitz nog beoogd lijsttrekker. Maar die samenwerking strandde. VNL is opgezet door twee oud-PVV-kamerleden. Joram van Klaveren stapte op na de minder Marokkanen-uitspraak van Wilders. Louis Bontes was al eerder de partij uitgezet omdat hij de PVV democratischer wilde maken. PVV light? Als het gaat om immigratie wel. VNL wil volgens Australisch model alleen kansrijke mensen binnenlaten. Voor asielzoekers is geen plaats. Die moeten worden opgevangen in de regio. Op economisch gebied is voor Nederland traditioneel rechts. Lagere belastingen, meer geld naar defensie, 130 rijden op alle snelwegen en geen subsidie voor windmolens. Van alle moties die VNL de afgelopen periode indiende, is nog geen 4% aangenomen. Het laagste percentage van alle partijen. Jan Roos heeft zich als een van de weinige lijsttrekkers niet opgeworpen als de nieuwe premier van Nederland. Maar dat zou gezien de peilingen ook niet echt realistisch zijn.